Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken. Ik ga vandaag laten zien hoe ik een nude ooglook maak, oftewel een naturelle ooglook. Ik vind dat echt een van de mooiste ooglooken die er zijn, omdat het gewoon lekker overal bij past. Het is lekker basic, lekker ja, niet zo opvallend. Ik heb al eventjes de rest van mijn gezicht al eventjes gedaan, om, ja, dat het gewoon echt puur om de ogen gaat. En dat ga ik jullie dus laten zien. Wat je dus heel erg goed kunt gebruiken voor die ooglook is een nude setje van Catrice. Het is een ja, absoluut nude setje. Er wordt ook achterop nog uitgelegd hoe je het kunt doen, zoals je hier misschien kunt zien. Ja, nou ja, je hebt misschien allemaal je eigen, ja, eigen ding daarvoor, dus het is niet echt super belangrijk. Dit setje kost 5 euro en is te koop bij het Kruidvat, heb ik hem vandaan, vast misschien ook in andere winkels. Maar ja, dit vind ik echt een perfect setje om dus die nude ooglook mee te maken. Voor de rest gebruik ik eyeliner, een oogpotlood en natuurlijk de mascara. Ja, nude ooglook is natuurlijk ja, eigenlijk wel heel mooi als die goed aangebracht wordt. Dus ik ga jullie nu laten zien hoe ik dat doe. Als eerste, ik kies een nude kleur en ik ga vandaag voor de tweede. Dit is een ja, niet zo heel erg opvallende nude kleur, want je hebt echt heel veel verschillende, maar deze vind ik wel mooi. Dus die ga ik vandaag aanbrengen. Wat je heel erg goed kunt gebruiken om deze look ook te laten zitten mooi de hele dag lang, is een oogschaduwbasis. Ik weet dat Hema echt hele goede oogschaduwbasis heeft. Die, ja, die kost geloof ik iets van 3,75 of 3,95. Maar het is wel een hele goede die echt ook wel de hele dag blijft zitten. Dus als je op zoek bent naar een beetje een budget variant, kan ik die zeker aanraden. Ik breng altijd meerdere laagjes over elkaar aan. En dit gewoon omdat ik, ja, dan zeker weet dat het gewoon goed is aangebracht voor mezelf. Minder laagjes mag natuurlijk ook. Ja, dan heb ik de basis natuurlijk gelegd voor ja, de ooglook. Dan doe ik altijd eerst mijn oogpotlood voordat ik mijn eyeliner aanbreng. Ja, dit vind ik altijd makkelijker. Ik heb altijd een uitdraaipotlood. Dit is een Essence Long Lasting Eye Pencil. Dit is geen penseel die je moet slijpen. Die draai je gewoon open. Omdat die, ja, die blijft voor mijn gevoel langer zitten. En ik breng hem dan ook altijd nog vrij donker aan. Maar dit hoeft, is voor iedereen verschillend natuurlijk. Zo. Dan ga ik met eyeliner beginnen. Een eyeliner hoeft natuurlijk niet, maar een eyeliner behoort echt wel tot mijn basis make-up aanbrengen. Tot mijn, ja, die gebruik ik echt elke dag. En ja, dat varieert wel tot gel eyeliner. Je kunt ook natuurlijk zo'n potlood gebruiken, want je moet wel eventjes met gel eyeliner moet je echt wel eventjes, ja, eventjes doorhebben hoe dat werkt als je er nog nooit mee gewerkt hebt. Maar zo'n, ja, gewoon zo'n stift werkt ook prima. Nou, ik kies toch voor de gel eyeliner. Omdat ik die het fijnste vind. Nou, ik vind het gewoon heel mooi. Zo. En dan natuurlijk mascara. Ik heb gekozen voor Get Big Lashes van Essence. Deze gebruik ik eigenlijk altijd omdat dit een hele fijne mascara is. Het is een volume boost mascara. Die vind ik heel fijn. Maar je kunt natuurlijk ook andere mascara's gebruiken. Je hebt ook 3D mascara's tegenwoordig. Waarvan je echt een heel erg effect krijgt. Alsof je nepwimpers gebruikt. Die je niet gebruikt misschien, maar
Ik pak ook altijd mijn onderste wimpers. Dus vind ik persoonlijk mooier, maar dat is voor iedereen. Ja. Anders? Nou, dan is zijn mijn ogen klaar. Dit is dus hoe ik mijn nude look maak. Om het af te maken vind ik altijd mooi om dan een wat lichtere lipstick te gebruiken. Ik heb dus ook gekozen voor een lipstick van de HEMA. Dit is echt een heel licht roze kleurtje. Ik vind hem persoonlijk echt super mooi. En daar breng ik een beetje van op. En ja, dat vind ik altijd wel bij mijn nude look passen. Je kunt natuurlijk echt heel veel verschillende kleuren gebruiken. Je hebt echt heel veel verschillende soorten natuurlijk. Maar ik vind deze gewoon altijd super, super mooi. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor echt een nude kleurtje. En dat verschilt ook wel heel erg van... Van variatie. Je hebt bijvoorbeeld H&M heeft een hele mooie nude collectie in lipsticks. En er zit ook een lipstick met klos bij. En je hebt daar ook een lippotlood van. Overigens kun je deze paletjes ook bij de H&M vinden. Niet van Catrice dan natuurlijk, van het H&M merk. Maar die heeft ook nude paletjes in zijn collectie zitten. Die kun je ook op de site vinden. Dus... als je op zoek bent naar zo'n paletje, maar je vindt ze van 5 euro toch nog aardig veel geld, dan kun je ook altijd die van H&M proberen. Dit was dan ook mijn nude look. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En in de toekomst zal ik nog meer looks laten zien. Een smoky eye bijvoorbeeld vind ik altijd ook wel erg mooi om bij een gelegenheid op te doen, maar... Die zal nog volgen en dan wil ik jullie gewoon bedanken voor het kijken en graag tot de volgende keer.